Ja. Iemand die hem mee heeft genomen, die gaat iemand de wc uit. En die neemt mij dan weer mee. Dan gebeurt er daar wat. Die stuurt me hierheen. Gebeurt er hier iets. De tafel. Ja, maar dat die komt ophalen. Ja. En dan hier een kamer van Hanneke. Kan van alles gebeuren. Grote boog. Directiekamer. Iemand die bijvoorbeeld lui zit. En dan hier een vergadering. Uit het gangetje daar komen dan mensen. En die nemen me hier naartoe mee. Gaan we wel nog naar pedagogiek. Of ik bedoel, ja, het zit daar. Deze keer is nog dicht. Grote boog. Ja. Hier kan iets gebeuren. Dat heb je nog niet gezien. Mm-hmm. Nou, de deur open, staat iemand in. Ja. Kunnen hier ook mensen in voor het raam nog liggen. Uit de deur. Grote boog. Iemand aan het piano spelen bijvoorbeeld. Ik ga meteen doorgaan met de shop bij het koffiezetapparaat. En dan even naar binnen sneaken zo van, nou, er gebeurt wat op de balie. Dan kan dus ook hier voor het raam liggen trouwens. Ja, hier kan iemand weer uitkomen. Ja, die neemt mee. Een aantal mensen die hier staan. Ja, maar goed, als ze ook iets hebben om stabiel te houden, dan is het wel te doen. Nou, er zijn hier politie bij de bridge. Mm-hmm. Ik zie daar dan wat. En hier wat gebeuren. En dan hebben we dat stuk. Hier wat gebeuren. Hier bij de kluisjes kunnen of wat gebeuren. Ik zou zeggen, hou iemand in de lift die wat geks doet en dan kom ik hier zo. We zijn hier op tijd. Ja. Eindshot. In 3 minuten. In 3 minuten? Ja, en geloof mij.